Luc Comans, hoe zou jij deze nederlaag omschrijven? Um, nou ja, uh, ongelukkig denk ik. Uh, ik denk dat we wel het resultaat hadden verdiend uh, vandaag. Uh, we hebben alles gegeven. Ik denk dat ik niemand iets kan verwijten. Ja, een ongelukkige eigen goal. En, uh, ja, daardoor verliezen we helaas de wedstrijd. Ja. Uh, je hebt het over de tegengoal: eigen goal van uh, Sjaki Pinas. Ja. Hoe zag jij het voor je? Ja, die bal werd redelijk scherp ingedraaid. Uh, misschien dat ik had kunnen komen, maar ik vond het een redelijk lastige bal ik kreeg wat curve mee. En uh, ik zag bij de eerste paal een spits komen, dus ik richtte me een beetje daarop. En, uh, nou ja, volgens mij was Shaquille vrij om hem, ik weet niet of er een spits daar echt in de buurt was, maar uh, ja, hoe gelukkig, hij wil hem wegschieten en schieten uh, schiet hem in zijn eigen doel. Uh, dus gewoon, uh, yeah. Ja, dan zit het allemaal ook even niet mee. Ja, dat is jammer, dat is jammer, maar ik denk dat we wel veerkracht hebben getoond en uh, uh, ja, in een veel betere pot dan uh, vorige week op de mat hebben gelegd. En, uh, ja, ik zei het al, die jongens, ik kan die jongens niks verwijten. We hebben, we hebben alles gegeven, um, ook al onze mogelijkheden tot wisselen hebben volgens mij hergebruikt. En um, uh, ja, nu, hier kunnen we wel verder op bouwen. Dat, dat vind ik wel. En uh, um, ja, we zullen wat meer, uh, wat meer aan, verschillende patronen moeten zoeken om, om tot aanvallen te komen. En uh, uh, ja, vandaag de tweede helft heel opportunistisch willen spelen met, uh, toen Jonas erbij kwam met twee spitsen. En uh, ja, dan moet hij een keer goed vallen. En ja, dat uh, viel de helaas niet. Ja, is dat dat, dat dat er dan nog aan ontbreekt, hè? Echt het creëren van kansen? Want ja, ja. dat is de afgelopen twee wedstrijden wel, ja, wel minder ik geweest. Wel, dat denk ik, wel. En, uh, ik denk dat het tweede half best wel goed begonnen. Dat uh, Eli uh, goed inviel en helaas uh, dat hij geblesseerd het veld af moest. Maar uh, uh, ja, die viel me positief op en helaas dat hij eraf moest. Uh, maar ook daarna heb ik nog wel uh, opportunistisch kunnen spelen. En uh, ja, er gingen ook genoeg dingen mis. Maar ik heb ook, uh, ik heb ook uh, goed, voldoende energie gezien en uh, ook uh, goede dingen. Ja, dus dat is waar jullie deze week ook echt uh, op hebben gehamerd. Van, hè, het, 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 wat in Almelo waarschijnlijk een beetje overkwam als laks. En ja. niet alles ervoor geven. Dat dat vandaag in ieder geval wel. Ja kijk, ja, kijk, iedereen wil en uh, vorige week ook. Alleen, ja, dan zijn er acht nieuwe jongens. Uh, de meeste nog geen eredivisie gespeeld en dan komt er een andere druk bij kijken. En ja, daar, uh, daar bezweken er een paar jongens onder. En uh, we hebben gezegd deze week van het is alleen maar gas geven, gas geven en ook in de wedstrijd. En uh, fouten maken mag, maar we willen wel zien dat iedereen ervoor vol voor gaat. En uh, dat hebben we vandaag wel gezien. Ja, volgende week naar Feyenoord. Dat uh, zal ook een uh, zware tegenstander weer worden, Waar kan je in ieder geval op uh, voorbeduren? Ja, uh, nou dat de verdediging denk ik best aardig stonden. Uh, ook al uh, ja, leden we af en toe slordig balverlies. Waardoor we vaak soms wel eens in ondertal kwamen. Of uh, niet, echt, uh, niet echt heel lekker. Maar dat dan verdedigen we het nog steeds goed uit. Dus uh, uh, nou ja, op de verdediging kunnen we denk ik voorbeduren. Dat was, uh, was positief. En uh, um, ja, volgende week zal het wel uh, inzakken worden. En uh, hopen op een, uh, op een countertje. Of een, op vanuit een uh, standaard situatie uh, scoren.